Heel actueel. En daar ben ik ook ontzettend veel op door mensen op de schouder geklopt. Joh, Peter, hoe vind je dat nou? Nou, als er een is die ook gevoel heeft bij dit stadion, zowel als klein supportertje. In de jaren 60 zat ik hier in elke keer weer volle Kuip. Dat maakt zeker de eerste keer maakt dat zo'n geweldige indruk. Dan ben je verkocht en dat gaat nooit meer over. Maar het is ook zo'n, en dat bekijk ik heel nuchter hoor, want ik heb in heel veel stadions in de hele wereld gespeeld. Geweldige stadions, misschien enorme stadions. Maar dit is toch een heel bijzonder stadion qua akoestiek, qua ligging, qua, en dat is natuurlijk heel belangrijk, de sfeer gecreëerd door de supporters. Want die creëren de sfeer. Ook tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal? Ja, kan het ook zijn. Is toch een ander sfeertje weer dan het Feyenoord sfeertje. Dat is misschien ook omdat het internationaal, hoewel Feyenoord heeft ook genoeg internationaal gespeeld. Maar ander sfeertje is toch meer. Hoewel, dat is het bij Feyenoord eigenlijk ook. Een soort familiefeest. Feyenoord natuurlijk ontzettend chauvinistisch zijn ze. Dat zijn de Nederlands elftal supporters uiteraard ook. Maar dan is het allen voor één, zeg maar. Terwijl het dan met name de Feyenoorders zijn echt voor Feyenoord. Want die gaan er vol voor.